Ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling hebben zich gisteren op het laatste moment afgemeld voor de regeringsraadspersconferentie. Woordvoerder Jason Simon meldde dat de ministers andere verplichtingen hadden. Na een uur te hebben gewacht deelde Simon de regeringsbesluiten, maar de afwezigheid van de ministers overheerste. De media uitte hun ontevredenheid over het gebrek aan respect voor hun tijd. Alleen het communiceren van besluiten zonder vragen te beantwoorden werd als onacceptabel ervaren. Dit gaat maken dat journalisten op een gegeven moment niet meer gaan komen naar deze persconferenties. En dat vinden we jammer, want wij hebben als journalisten de taak om de vragen te stellen voor de samenleving. Maar als ze niet aankomen dan ze, terwijl we afspraken hebben en we net dus overleg hebben gehad met u, ook als woordvoerder, dan ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. En wij vinden het absoluut onacceptabel. Dit kan gewoon niet. Nogmaals, het is niet incidenteel, het is structureel. Laten we het op een andere manier doen. Dan maar om 7 uur hier komen. Laat me niet om 6:30 komen. Waarvoor? En dan zitten we hier te wachten. En dan echt, ze zeggen de ministers, waarom hebben jullie ons om 7:15 bericht gestuurd? Ze komen niet. Dan hadden we weg kunnen gaan. En de manier waarop het ook gemeld wordt, alsof het zeg maar een grapje is van de woensdag. Ja, de ministers komen niet opdagen, jullie gaan het met mij moeten doen. Ik heb respect voor de functie van u, maar het is natuurlijk een persconferentie waar we vragen behoeven te stellen en daar moeten de ministers erbij zijn. Tegelijkertijd vond een gesprek plaats tussen de regering en de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Dit was volgens de journalisten geen reden genoeg om niet op te dagen. Het was juist een teken geen luisterend oor te hebben voor de pers. Maar we vinden het jammer dat de regering zo omgaat met de pers, die tijd en moeite neemt om hier te zijn bij de regeringsraad, persconferentie, om vragen te stellen aan de ministers. En dat ze niet komen opdagen. Ik vind dat disrespectvol en geen respect hebben voor onze tijd en voor ons werk. Ik begrijp dat de regering belangrijke besluiten moet nemen en dat een vergadering kan uitlopen. Ja, is te begrijpen. Maar dat het structureel gebeurt, want het is niet de eerste keer dat ministers laat aankomen, vinden wij heel jammer. Ik denk dat, ik weet niet of je dat gaat doorgeleiden, maar daarom hebben we het live nu. Dat wij zeggen als pers die hier komt, dat we het onacceptabel vinden dat de regering op deze manier omgaat. Dat ministers, ik snap het allemaal druk is, maar je kunt me niet hier laten komen en dan gewoon niet verschijnen. Echt beschamend dit hoor. De regering heeft vanmorgen middels een persbericht hun spijt betuigd. Zij maakte kenbaar dat dergelijke incidenten in de toekomst tot een minimum zullen worden beperkt.